Alle individuen en organisaties die de gemeenschap in de getroffen rampgebieden van Brokopondo willen helpen, moeten zich bundelen. Dit zegt professor Franklin Yabini, voorzitter van Samaka Un Sunta Koawang. De wetenschapper benadrukt dat er niet met een beschuldigende vinger gewezen moet worden voordat er wetenschappelijk bewijs is geleverd van het ontstaan van de wateroverlast. En wanneer we geconfronteerd zijn geworden als land met een ramp, dan is het goed dat we bij elkaar komen om samen een oplossing te zoeken. Mensen moeten niet proberen te scoren. Mensen moeten niet zoeken naar eer in deze situatie. Mensen moeten kijken wat kunnen we doen om dat probleem op te lossen, om de mensen te helpen. Dus ons advies, ook als stichting Samaka Un Sunta, waar ik voorzitter van ben, is mensen, laten we bij elkaar komen, laten we samenwerken. Ook bij het aanbieden van hulp, ook bij het zoeken van hulp. En ook nog benadrukken, laten we gaan voor een wetenschappelijk onderzoek om te weten wat er precies aan de hand is. Yabini zegt dat hij voorstander blijft van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Hij geeft aan dat zijn stichting op 1 juni een informatiebijeenkomst organiseert in aanloop naar het onderzoek. Hiervoor zijn uitgenodigd de overheid, de particuliere sector en andere belanghebbenden. Yabini vindt het jammer dat er nu pas op adequate wijze wordt ingespeeld op de situatie. Er zijn verschillende dingen hoor die nodig zijn. Natuurlijk, acuut heb je dan dat mensen moeten eten en drinken. Weet je, water, dat is dan een issue. Maar er zijn ook dingen als ziektes die komen. Weet je, als je bijvoorbeeld, ik sprak met een van de hoofdkapiteins van dat gebied. En hij geeft aan bijvoorbeeld toiletten die onder water zijn gelopen. En dan weet je wat er dan gebeurt. Ziektes die kunnen uitbreken. Op dit moment is er een muggenplaag in dat gebied. Dus dat zijn dan een aantal dingen waar wij niet weten hoe ermee om te gaan. Dus dat verwacht je dat er deskundigen die binnen het team zouden moeten zijn, die dan op de mensen kunnen wijzen van wat er gedaan kan worden om dit probleem op te lossen of aan te pakken of hoe ermee om te gaan. Yabini zegt dat er vooral geen politiek bedreven moet worden met de situatie. Dat de mensen terugdenken aan de traumatische ervaringen van hun voorouders bij de bouw van de Afubakastuwdam komt omdat hier veel over wordt gesproken, zonder de oorzaak van de huidige situatie te kennen. Er moet volgens de professor goed overleg zijn tussen de overheid en de bewoners van het getroffen gebied.